Welkom bij alweer de vierde aflevering van Vrij Mee Beurs. Een serie die we elke vrijdag om 4 uur doen. Waarbij we eigenlijk gaan kijken naar het belangrijkste en meest interessante nieuws van de afgelopen week. En ook een beetje proberen vooruit te kijken naar wat er volgende week gaat komen. Zo ben je in ongeveer 10 minuten weer helemaal bij met alles wat je als lange termijn belegger moet weten. Dus laten we weer snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van passiefinkomen.nl. Op dit kanaal maken we elke week 3 video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. En in deze video gaan we dus eigenlijk vooral eerst kijken naar het nieuws van de laatste week. Laten we dan beginnen met de storing op de Euronext beurzen. Want daar was afgelopen maandag een technische storing op alle Euronext beurzen. Dus niet alleen in Amsterdam, maar ook de andere van Euronext. Die was ongeveer 2 uur later weer verholpen. Maar gedurende die tijd was het dus niet mogelijk om orders te plaatsen of in ieder geval te handelen. En op het begin van de middag werd de handel dan wel weer hervat. Maar we zagen aan het einde van de dag rond 5:30 nog wat rare koerssprongen. Bepaalde aandelen die in één keer flink in de plus gingen, terwijl andere juist flink in de min gingen. We zagen dat onder andere bij JDE Peet's. Die zelf zeiden van ja, de koers die als laatste is vermeld, dat is niet de juiste. Onze koers is anders. En gelukkig is het ook allemaal later nog goed gekomen. De dag erop werd alles weer met de juiste koersen geopend op de beurs. Dat heeft natuurlijk wel impact gehad op de orders die zo'n beetje rond 5:30 zijn geplaatst. Heel veel van die orders werden geannuleerd. Zo zie ik dat bij de Giro ze nog steeds bezig zijn in overleg met Euronext om dit te vereffenen. En dat het geld als je eigenlijk dus toen maandagavond misschien hebt ingelegd, dat dat nog steeds vaststaat terwijl je eigenlijk geen nieuwe aandelen hebt gekocht of verkocht. Maar ik geloof dat dat ongeveer rond deze tijd, dus aan het einde van de week, inmiddels wel weer opgelost moet zijn. Het tweede nieuwsbericht ging over de belasting in box 3. Het belasting over je vermogen, zeg maar je spaargeld, je beleggingen. Dus zeker interessant voor kijkers van dit kanaal. Op dit moment wordt er nog met een fictief rendement toegepast eigenlijk door de Belastingdienst. Dat wil zeggen, ze gaan niet uit van het echte rendement dat iemand heeft gemaakt, maar van een fictief. Hun stellen dat vast. Op spaargeld is dat wat lager, op beleggingen is dat wat hoger. En naarmate je dus meer vermogen krijgt, gaan ze ervan uit dat je meer beleggingen hebt en dus ook meer rendement maakt. Dat is op dit moment dus bij een lage rente op de spaarrekening helemaal niet interessant voor mensen die veel sparen, want daar is het nadelig. Voor mensen die juist heel veel beleggen is het op zich nog wel voordelig dat de rendementen, zeker de rendementen die je de laatste jaren maakt, ja, niet worden belast als echte rendement, maar juist met het fictieve rendement. En dan betaal je maar vaak belasting over een paar procent rendement. Terwijl we vorig jaar bijvoorbeeld zagen dat eigenlijk de hele beurs plus 25% was gegaan. En het idee is dus om spaargeld juist minder te gaan belasten, omdat juist nu mensen met veel spaargeld heel erg benaderd worden in deze situatie. Mensen die dus zelf een potje op het bouwen zijn voor de oude dag, geld aan het sparen zijn, misschien voor hun eigen pensioen, worden nu eigenlijk dubbel benadeeld. Ten eerste omdat ze meer belasting betalen over rendement dat ze eigenlijk niet eens maken, juist omdat de spaarrente zo laag is. En aan de andere kant hebben we nog steeds te maken met inflatie. Dus ook daar betaal je eigenlijk indirect een soort van rendement af. Want ieder jaar wordt je geld minder waard. En als je die twee dingen optelt, dan ga je er elk jaar dus flink op achteruit. En is het eigenlijk helemaal niet interessant om zelf geld op te sparen voor je oude dag. Ze zijn dan ook al een tijdje bezig om dit systeem te herzien. Ze willen dus eigenlijk zorgen dat spaargeld minder belast wordt, of bijna niet belast. Ik geloof zelfs in de vorige voorstel van het plan dat je tot boven de 400.000 euro eigenlijk uiteindelijk geen belasting over je spaargeld betaalde. En ze willen dat eigenlijk compenseren met juist mensen die aan het beleggen zijn wel meer te belasten. En ze willen ook richting dat werkelijke rendement. Dus als ik 10% rendement haal dit jaar, betaal ik belasting over 10%. Haal jij misschien wel 15%, dan betaal jij belasting over 15%. Het is op zich natuurlijk eerlijker. Alleen ik denk dat het heel erg moeilijk is. Dat je weer heel veel aparte situaties gaat krijgen. En het is natuurlijk wel iets wat je graag zou willen. Maar gezien de Belastingdienst al moeilijk genoeg hebben, ik denk dat dit implementeren weer heel erg moeilijk gaat worden. Heel veel mensen ook uiteindelijk niet gaat helpen op die manier. Dus ik denk ook niet dat dit plan er op de korte termijn in ieder geval gaat komen. Laten we dan gaan kijken naar het volgende nieuwsbericht, of eigenlijk meerdere nieuwsberichten. En die hebben te maken met kwartaalcijfers die we de afgelopen week zagen. En laten we dan als eerste gaan kijken naar Tesla, mijn grootste positie. Dus ik vind dat altijd interessant om te zien. Want ten eerste hebben de cijfers vaak veel impact op de koers. Maar omdat het zo'n groot gedeelte van mijn portefeuille is, bij de Giro is ongeveer 60.000 van de 100.000 euro is gewoon Tesla aandelen. Dus het kan best wel veel impact hebben op mijn portefeuille. Nou, we zagen in ieder geval weer positieve cijfers in het derde kwartaal van Tesla. Ze hebben meer winst en meer omzet gemaakt. De omzet steeg met 39% naar $8,8 miljard. En de winst steeg met 131% naar $331 miljoen.
Nou zul je vaak horen dat Tesla alleen maar winst maakt vanwege hun emissierechten. Omdat ze alleen maar elektrische voertuigen maken, hebben zij emissierechten over. Die verkopen ze dan bijvoorbeeld aan de Fiat Chrysler groep. Die hebben dus eigenlijk geen elektrische auto's, heel weinig. En juist heel veel benzineauto's, verbrandingsmotoren. En ze kunnen door die rechten te kopen dus eigenlijk wel voldoen aan hun uitstoot. Nou, daar profiteert in dit geval Tesla dus van, met bijna 400 miljoen in het afgelopen kwartaal. En dat is meer dan de netto winst. En dat is ook de afgelopen kwartaal is telkens zo geweest dat bijna altijd het geld dat ze vanuit emissierechten krijgen, vanuit Fiat Chrysler in dit geval, hoger is dan de netto winst. En shortsellers zeggen dan nog vaak, zonder deze emissie zou Tesla geen winst maken, zou het niet winstgevend zijn. Maar dat zeggen ze natuurlijk juist om de koers naar beneden te praten en de focus op de verkeerde dingen te leggen. Want ik denk dat het interessanter is om te gaan kijken naar de marges. Laat ik wel zeggen, ik ben natuurlijk Tesla aandeelhouder, dus misschien wel een beetje bevooroordeeld. Maar ja, dat zijn eigenlijk shortsellers juist alleen in de tegenovergestelde richting. Dus kijken we naar de marge die Tesla maakt, verbetert ieder kwartaal en gaat nu wel langzaam naar de 30%, wat het doel en ook het bereikbare doel van Elon Musk is. En kijken we onderaan, dan zien we de cashflow en het banksaldo ook ieder kwartaal toenemen. Tesla doet dat heel erg slim met aandelenuitgift op ja, nu de hoge koers. Maar ook hun cashflow is telkens gewoon positief. En dat terwijl eigenlijk Tesla bezig is met het bouwen van verschillende fabrieken op verschillende continenten. Dus we zien het nu al toenemen, terwijl ze ondertussen dus investeren in de toekomst. En volgend jaar dus alleen maar meer auto's gaan maken. Dit jaar richt Tesla zich nog steeds op die 500.000 auto's die ze dit jaar willen maken of leveren. En volgend jaar is de schatting tussen de 840 en 1 miljoen auto's. In het begin reageerde het aandeel heel erg positief. Na beurs was het zo'n plus 4%, terwijl de dag erop uiteindelijk het maar plus 1% was. En wil je nou meer informatie, zou ik een aparte video moeten maken over Tesla, deze cijfers, maar ook juist wat we in de toekomst kunnen verwachten. Laat dat even weten in de reacties onder deze video. Laten we dan gaan kijken naar Netflix, want Netflix deed het op zich best goed, maar niet zo goed als analisten hadden verwacht. En daardoor ging de koers ook onderuit, ook hard onderuit trouwens. Want we zien hier in deze grafiek een flinke daling nadat de kwartaalcijfers bekend zijn geworden en jou dus verwachten dat het heel erg slecht is gegaan. Kijken we echter naar de cijfers van Netflix, dan zien we dat ze toch zo'n 22 of 23% meer abonnees, betalende abonnees hebben ten opzichte van vorig jaar. Plus 22% aan omzet en afgelopen kwartaal 2,2 miljoen nieuwe abonnees erbij hebben gekregen. Dat was dan juist wel weer minder dan kwartaal 2 en 3. En ik denk dat veel analisten ook hadden verwacht dat juist in kwartaal 3 ook nog heel veel nieuwe abonnees zouden komen. En we kunnen hier dus duidelijk zien dat eigenlijk de koers al vooruit was gelopen op deze resultaten. De analisten hadden veel hogere verwachtingen en daar is de koers op gebaseerd. Terwijl Netflix deze ja, verwachtingen niet na kan komen. Eigenlijk is het dus heel raar, of komt het over alsof Tesla zijn doelen niet behaalt. Terwijl je eigenlijk gewoon, als je kijkt vanuit Tesla wat zij zeggen, ze hadden al voorspeld dat Q3 niet zo goed zou zijn. En eigenlijk doen ze het dus best wel goed, zeker vergeleken met een jaar geleden. En dan zie je dus eigenlijk hoe de koers of de waarde van een bedrijf af kan wijken van de koers en waardoor dat eigenlijk komt. Komt dat nou door het bedrijf zelf? Ik denk het niet, maar juist vooral door analisten. En dat is juist heel anders bij Snapchat. Als we daar gaan kijken, dan zien we juist de koers ja, heel erg goed reageren op hele goede cijfers eigenlijk ook. Kijken we naar de grafiek, dan zien we dat Snapchat vorige week, voordat de cijfers bekend werden, zo net onder de $29 stond. En op dit moment is het al $39, meer dan $39. En zelfs op de eerste dag nadat de cijfers bekend waren, sprong de koers met meer dan 20% omhoog. Snapchat maakt nog steeds geen winst, maar ze hebben wel het verlies weten af te nemen met 12%. Ze hebben inmiddels 4% meer dagelijkse gebruikers ten opzichte van vorig kwartaal of 19% meer ten opzichte van vorig jaar. En de verwachtingen voor het komende kwartaal zijn ook heel erg goed. Daar verwachten ze eigenlijk dat de omzet het komende kwartaal met 50% gaat stijgen. En dat verklaart dus die grote stijging van inmiddels meer dan 30% op de koers van dit aandeel. Maar dat waren dus de kwartaalcijfers van afgelopen week. En juist volgende week komen er nog veel meer cijfers. Veel cijfers van grote bedrijven die impact gaan hebben op de markt. En enkele bedrijven waar ik in ieder geval naar uitkijk op verschillende dagen zijn onder andere deze. Op woensdag is dat Heineken, juist vanwege de impact van corona juist op de wereldwijde horeca. Boeing vanwege de luchtvaart, Mastercard vanwege betalingen en Ford juist vanwege ja, de automotive. Ik ben heel veel op Tesla gericht, maar ik vind het dan juist ook interessant om te zien wat andere autofabrikanten doen. Grote bekende namen, zeker in Amerika, zoals Ford. Kijken dan naar donderdag 29 oktober, dan komt onder andere Shell met hun cijfers van Q3. Dat is dan wel juist heel erg interessant, omdat ik juist bezig ben met een videoserie om te gaan kijken van, is het interessant om in een bedrijf te investeren? En daar pak ik Shell als voorbeeld. Shell is natuurlijk in een markt waar ik niet in geloof, olie.
Maar ze hebben ook daarnaast gas en juist voor de toekomst waterstof. Dus dit soort cijfers zijn heel erg belangrijk voor mij in mijn onderzoek. Maar we zien wederom ook weer een autofabrikant als Volkswagen of luchtvaart als Airbus. En s'avonds op donderdag 29 oktober, dan wordt het echt belangrijk. Dan gaat na beurs in Amerika ten eerste Alphabet, oftewel Google, Amazon, Facebook en Apple met cijfers komen. Nou, dat zijn de grote namen van de S&P 500. Ze hebben volgens mij 20-25% van die beurs eigenlijk bestaat uit hun aandelenwaarde. Dus als daar iets positief of negatiefs is, dan heeft dat impact op de hele beurs. Dus ik ben vooral benieuwd naar die kwartaalcijfers. Ik heb wel Facebook, de andere aandelen niet, maar ze gaan zoals gezegd zeker impact hebben op de rest van mijn portefeuille. En ik ben dus ook benieuwd wat jij misschien wel van verwachting hebt wat betreft deze bedrijven die ik zojuist noem, of juist misschien wel de bedrijven van de donderdagavond. Laat ook dat weer in de reacties onder deze video weten. Dan zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze video en wil ik je weer bedanken voor het kijken. Hopelijk vond je het een leuke, interessante video. Wil je nog meer video's zien, maar ben je nog geen lid van het kanaal? Ik maak dus elke week 3 video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Klik onder deze video op abonneren. Klik op het bel-icoontje om altijd weer een melding te krijgen als er een nieuwe video online staat. En dan hoop ik jou graag bij de volgende video weer te zien.